Het Centraal Bureau voor Burgerzaken heeft op 9 december haar 63-jarig bestaan herdacht. Naast de reguliere toespraken en felicitatiewensen bij deze herdenking door leidinggevenden van het ministerie van Binnenlandse Zaken, is een CBB-promo-video gelaunched door minister Bronto Somoharjo. Kijkt u mee naar het verslag. CBB als organisatie die thans belast is met het zorgdragen voor een adequate bevolkingsadministratie, is nu 63 jaar verder. Waar staan wij? Eerlijkheidshalve gebiedt mij om aan te geven dat wij nog steeds niet de beste situatie hebben. Maar ik zeg wel dat het nu tijd is om te werken aan de nodige verbeteringen. En ik zeg wel dat het nu de juiste timing is. Als ik mijn blikken richt op de COVID-pandemie, dan geef ik aan dat het niet de juiste timing is, als ik ook moet letten op de gevolgen die daarmee gepaard gaan. Maar ik richt mijn blikken gelukkig niet op de COVID-pandemie. Ik richt mijn blikken op een trange, unieke, sterke combinatie die daarvoor moet zorgen. Ik richt mijn blikken op de minister van Binnenlandse Zaken, onze nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, die duidelijk aangeeft welke richting hij wenst op te gaan met CBB en ook het hart heeft op de juiste plek. Ik richt mij tot de directeur van Binnenlandse Zaken, die ongetwijfeld deskundig is op zijn vakgebied. En mijn persoon als directeur van CBB, die volledig ondersteund wordt door een deskundig managementteam. En met deze combinatie kan het niet meer misgaan. Dus het moet uiteindelijk goed komen. Ik richt mij ook op het personeel van CBB. Daaronder verstaan ook het personeel van de bureaus voor burgerzaken, die ondanks beperkte middelen, ondanks de werkruimtes niet altijd voldoen aan de voorwaarden, dat ze zich toch inzetten op een creatieve wijze om de dienstverlening te garanderen. Ik dank het personeel voor hun inzet en ik feliciteer hierbij de samenleving met het 63-jarig bestaan van CBB. Ik feliciteer het ministerie van Binnenlandse Zaken, in het bijzonder het personeel van CBB. En ik zeg uiteindelijk, het komt goed met CBB. Want sanide samu kinki en udeja fu kinkatori. En echte wo kinkatori. Grantangi. En 63 jaar CBB, zeggen we dat we ook een andere fase nabij zijn. En dat is de laatste fase. En dat is de integratiefase. De integratiefase waarbij alle afdelingen naadloos op elkaar moeten kunnen aansluiten. Vereenigen. En dat is om te verwarden tot een flexibele, klantgerichte organisatie dat het kernwerk zou niet zijn van CBB in de toekomst. Met deze woorden, dames en heren, personeel van CBB in het bijzonder, feliciteer ik u met deze heugelijke dag. Abidjari is over 2 jaren. Ja. Dan gaan we misschien nog een grote feestje kunnen geven als COVID er nu is. Maar voor vandaag van harte gefeliciteerd en keep up the good work. Dank u. Het is 63 jaar terug, zoals de directeur net aangaf, werd bij beschikking van het minister van Binnenlandse Zaken van 9 december 1957 ingesteld het Centraal Bureau voor de Burgerlijke Staat en Bevolkingsregister. Deze naam is gewijzigd bij de resolutie van de president van de Republiek Suriname van 22 februari tot het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB, en die naam draagt deze instelling nog steeds. Toch, meneer Paul? Okay. Na 63 jaar CBB is er veel bereikt. Maar wij staan nog steeds voor grotere uitdagingen, waarvan ik er zeker 3 wil noemen. Verdere modernisering van CBB, verbetering van de werkomstandigheden van het personeel en verbetering van de dienstverlening van CBB. Het niet afdoend kunnen beantwoorden aan deze uitdagingen
uit zich in lange wachttijden, lange rijen en een systeem dat traag werkt. Het goede nieuws is dat wij over een goed en nieuw directieteam beschikken onder leiding van mevrouw Pocky, met het hart op de juiste plaats en de ernst van de knelpunten kent. Samen met de directie en jullie zullen wij allen ons moeten inzetten om de nodige verbetering bij CBB te brengen. Als minister van Binnenlandse Zaken zal ik er alles aan doen en erop toezien dat de dienstverlening naar de gemeenschap toe verbeterd wordt. Dit behelst onder andere het opzetten van moderne kantoren in verschillende wijken die bekend staan als de bureaus voor burgerzaken, zodat op een professionele wijze persooninformatie van alle burgers in ons land verstrekt kunnen worden, opgeslagen en ter beschikking gesteld kunnen worden. Daarnaast zullen de nodige trainingen voor het CBB-personeel een continu karakter krijgen ten behoeve van kwalitatieve dienstverleningen. Ten slotte zal ik mij beijveren dat CBB genoeg middelen krijgt ter beschikking om zichzelf te behelpen met betrekking tot haar dagelijkse bedrijfsvoering. 63 jaar CBB is een mijlpaal. Kwalitatieve dienstverlening garanderen in een dynamische samenleving zal altijd tot de beleidsdoelen behoren in de komende 5 jaar. Voor wat betreft de EID-kaarten zal alles eraan gedaan worden om de productie vlot te doen verlopen. Tezamen met de directie zullen wij kijken hoe de mobiele units de ver afgelegen gebieden kunnen aandoen om de ID-kaarten te produceren voor de bewoners van de lokale gemeenschappen en daarmee de dienstverlening te optimaliseren. Ook zal er aandacht geschonken worden aan het personeel van CBB. Ik noem bijvoorbeeld de toekenning van de herwaardering van de functies binnen het CBB die intussen is geschied. Ook kan ik doorgeven dat we deze maand toch gaan beginnen met uitbetalen van de suppleties in kavels. Dus ik wacht echt op dat applaus. Ik denk dat ja, oké. Binnenkort kunnen deze mensen dus eindelijk binnenkort kunnen jullie de suppleties terug moeten in kavels, hè? Dus we gaan het per kwartaal betalen. Ook de uitbetaling van de personen die in diverse werkzaamheden hebben verricht tijdens het verkiezingsgebeuren is eindelijk in orde gemaakt en daarmee begint de uitbetaling morgen. Ik roep je op, samen met elkaar de schouders onder het vele werk te zetten, zodat wij CBB tot een CBB van de toekomst kunnen maken. Namens de regering van de Republiek Suriname wil ik u alle feliciteren met deze bijzondere dag en ik wens u een genoegelijke dag toe. Ik dank u. Collega's, minister van BISA, ik wil jullie feliciteren met deze dag en ik wens jullie allemaal succes toe en ik hoop dat wij samen naar een beter CBW kunnen gaan. Ik hoop het niet alleen, maar ik weet dat het ook zo zal zijn. Dus gefeliciteerd, Brada Nangasisa. Nou, aan mijn collega's, hou we zo. Laten we gaan voor vernieuwing en verbetering en aan het publiek die ons over het algemeen uitscheldt. Heb een beetje geduld met ons. Het komt wel goed.